Welkom bij het eerste medicijnjournaal van 2017. Vanaf dit jaar verschijnt er elke 6 weken een nieuw medicijnjournaal. En met ingang van dit jaar zijn de journaals een co-productie van het IVM, Bijwerkingencentrum LAREP, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Geneesmiddelenbulletin en Zorginstituut Nederland. Een nieuw middel voor de behandeling van ADHD, guanfacine met merknaam Intunif, is beschikbaar voor de Nederlandse markt. Guanfacine was in het verleden geregistreerd als antihypertensivum. Dat betrof een kortwerkende variant. Het middel voor ADHD heeft een verlengde afgifte. Guanfacine is een selectieve alpha-2 receptoragonist. Het precieze werkingsmechanisme is niet bekend, maar we weten wel dat het de ADHD-kenmerken doet afnemen. Guanfacine is alleen geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten als methylfenidaat of dexamfetamine niet geschikt is, niet verdragen wordt of niet effectief is. De meest voorkomende bijwerking van guanfacine is somnolentie, dat optreedt bij bijna de helft van de gebruikers. Andere veel voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, vermoeidheid, buikpijn en sufheid. De behandeling met guanfacine moet gestart worden door een specialist in gedragsstoornissen bij kinderen of adolescenten. In de behandeling van ADHD is het belangrijk dat je naast medicatie ook vooral kijkt naar andere factoren rondom een kind in het systeem onder andere. Dus door uitleg te geven over ADHD, eventueel andere comorbide klachten ook te behandelen. Als dat onvoldoende is of de ADHD-kenmerken staan dermate op de voorgrond dat het verstorend is in het dagelijks leven, kan je nadenken over medicatie. Als we dan de richtlijn volgen zoals die op het kenniscentrum van de kinder- en jeugdpsychiatrie beschreven staat, zien we dat de eerste keus methylfenidaat is, tweede keus dexamfetamine. Als die beide niet werken of dusdanig bijwerkingen geven, dan kan je andere medicamenten overwegen, waaronder guanfacine. Guanfacine wordt niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de dosering moet de patiënt tussen de 77 en 180 euro per maand bijbetalen. In januari 2017 verscheen het vervolgonderzoek medicatieveiligheid. Uit dit onderzoek blijkt dat er jaarlijks 49.000 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van geneesmiddelen. Ouderen lopen het grootste risico en een belangrijk deel van de ziekenhuisopnames is vermijdbaar. De Rode Vlaggen-app is één van de instrumenten die de medicatieveiligheid voor ouderen kan verbeteren. De Rode Vlaggen-app ondersteunt thuiszorgmedewerkers bij het vroegtijdig signaleren van problemen die gerelateerd zijn aan medicatiegebruik bij ouderen. Deze problemen kunnen zij communiceren met huisartsen en apothekers. Zodra de thuiszorgmedewerker een medicatiegerelateerd probleem observeert, rapporteert ze deze naar de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bepaalt middels een triage welke problemen zij moet doorsturen naar de huisarts of apotheker, zodat er vroegtijdig ingegrepen kan worden bij een risicovolle situatie. Door vroegsignalering door de thuiszorgmedewerkers ontvang je eerder signalen die je anders niet of veel te laat had gekregen. Daarnaast is de communicatie veel beter geworden en is door de koppeling met de elektronische toedienregistratie-app ook nog de medicatieveiligheid verbeterd. Ook mantelzorgers kunnen de app gebruiken om problemen te rapporteren aan de wijkverpleegkundige. Wilt u meer informatie of de app downloaden? Kijk dan op de website van HealthCode. De werkgroep geneesmiddelen van de KNMP heeft de adviezen voor metformine bij ernstig verminderde nierfunctie aangepast. Volgens het nieuwe advies mogen ook patiënten met een creatinineklaring van 10 tot 30 milliliter per minuut metformine gebruiken. De maximale dosis is dan 500 milligram per dag. Zorgverleners moeten deze patiënten informeren dat ze bij ernstige diarree, braken, dehydratie of koorts direct contact opnemen met een arts. Deze symptomen kunnen namelijk wijzen op een lactaatacidose. Het nieuwe advies komt automatisch in het HIS en AIS. In opdracht van 113 Zelfmoordpreventie, de Nationale Organisatie voor Preventie van Suïcide, heeft het IVM een FTO-module ontwikkeld over geneesmiddelen en suïcide. In de module is aandacht voor de rol van de huisarts, praktijkondersteuner en apotheker bij het herkennen en monitoren van suïcidaal gedrag. Daarnaast gaat de module in op de rol van geneesmiddelen bij suïcide, waarbij je kunt denken aan geneesmiddelen die suïcidaal gedrag kunnen uitlokken,
veelgebruikte geneesmiddelen bij suïcide en het monitoren van patiënten die starten met antidepressiva. De module en de presentatie zijn gratis te downloaden van de website van het IVM. Bijwerkingencentrum Lareb waarschuwt voor het optreden van buikpijn en buikkrampen na gebruik van Midalgan. Warmtesmeersels Midalgan Warm en Midalgan Extra Warm worden gebruikt bij spierpijn. Bijwerkingencentrum Lareb ontving in 2 jaar tijd 15 meldingen over buikpijn en buikkrampen na gebruik van dit middel. Opvallend was dat de patiënten het smeersel niet op de buik hadden aangebracht en dat de pijn optrad binnen een paar minuten na het aanbrengen. In alle gevallen verdween de buikpijn spontaan en traden geen restverschijnselen op. De bijsluiter van Midalgan is aangepast. De website apotheek.nl is uitgebreid met speciale kinderteksten over de 300 meest gebruikte geneesmiddelen bij kinderen. Veel geneesmiddelen bij kinderen worden off-label gebruikt. Ouders en kinderen kunnen dan niet terugvallen op een bijsluiter, omdat deze geen informatie bevat over off-label indicaties. Bovendien bevat de bijsluiter regelmatig niet relevante informatie voor kinderen. De kinderteksten op apotheek.nl bevatten waar nodig wel informatie over off-label toepassingen en hebben een praktische insteek. Zo is de informatie over bijwerkingen uitgebreid met instructies over wat ouders moeten en kunnen doen in het geval van bijwerkingen. De teksten zijn ook geschikt om zelf te lezen voor kinderen vanaf 12 jaar. De teksten zijn ontwikkeld door het KNMP Geneesmiddel Informatiecentrum en het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen met subsidie van ZonMW. Vanuit het kinderformularium is een directe link opgenomen naar de teksten. Het aantal bloedglucoseverlagende middelen is de afgelopen jaren fors uitgebreid, met onder andere de GLP-1-agonisten. Per 1 januari 2017 zijn de vergoedingsvoorwaarden van deze middelen uitgebreid. Oorspronkelijk was de vergoeding van GLP-1-analogen alleen voor patiënten die een body mass index hadden boven de 35 en die met metformine en sulfonylureumderivaat geen goede regulatie bereikten. Dat was overigens niet een plek die in de NOG-standaard geformuleerd is, want daar is de volgende stap naar metformine en een SU, is NPH-insuline. Nu is sinds 1 januari is het veranderd en is er een extra indicatie bijgekomen, namelijk patiënten die een body mass index hebben boven de 30 en die op een basale insuline met metformine geen voldoende regulatie krijgen als die basale insuline goed getitreerd is. Ook hiervoor is volstrekt onduidelijk of dit een plek krijgt binnen de nieuwe NOG- en NIV-standaard. Sinds 1 januari is er ook een combinatiepreparaat van een GLP-1-agonist met insuline beschikbaar in Nederland. Het gaat om liraglutide met insuline degludec met merknaam Xultophy. Een tweede combinatiepreparaat dat GLP-1-agonist lixisenatide combineert met insuline glargine is eind januari geregistreerd in Europa. Als je kijkt naar het nut van toevoegen van GLP-1-analogen aan een basale insuline, dan kun je kijken naar een meta-analyse die heeft gekeken naar alle mogelijke opties die je hebt na basale insuline. En dan doet GLP-1-analoog het iets beter dan de andere middelen die je zou kunnen geven op dat moment. En dan moet je je voorstellen dat HbA1c ongeveer 0,3% daalt. Het gewicht daalt in de orde van 2,5-3 kilo. En die mensen hebben wat minder hypoglycemieën. In de Nederlandse setting zou eigenlijk, zoals de standaarden nu zijn, de volgende stap na basale insuline zijn het toevoegen van kortwerkende insuline-analogen. Als je GLP-1-analogen daartegen afzet, dan zie je eigenlijk geen verschil in HbA1c. Je ziet wel hetzelfde verschil ongeveer in gewicht, dus dat is ook een paar kilo voordeel ten gunste van de GLP-1-analogen. En je ziet ook wat minder hypoglycemieën. Het is denk ik wel van belang dat je realiseert dat veel Nederlandse patiënten eigenlijk helemaal niet zoveel hypoglycemie hebben. En dan hoef je dus ook zo'n nieuw middel, wat toch wat duurder is, niet in te zetten. Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit journaal. Wilt u automatisch op de hoogte worden gesteld als er een nieuw medicijnjournaal verschijnt? Meld u dan aan voor de journaal-update op de website van het IVM.